Ja, vrienden, kijk hier. Dit is Wassenaar. En dit is het restaurant. Dat heet De Landbouw. Kijk, dat kennen jullie misschien nog wel, De Landbouw. Ja, dat was ineens in het nieuws. En toen kwam hier de Caroline. Die kwam hier met de Mark. En die kwamen hier eten. Dus ik ga eens even op zoek naar de eigenaresse hiervan. Want ik wil dus wel even zien waar die gezeten hebben. Kijk, dat is er. Dat is er. Anja heet ze. Ja, kijk. Ja, die is de baas hier van de, van de landbouw. Nou, we gaan kijken. We gaan dus naar de hooizolder. Zo heet dat ding. Dat wist ik ook niet. Kijk, we gaan hier door de zaak heen. Het is kijk, een beetje een rommeltje, want de lunch is net voorbij. Nou, de lunch is net voorbij. Kijk eens even. Het is hier drukte van belang. En wij gaan naar de hooizolder. Hier. Trappetje op naar de hooizolder. Ja, nou, daar gaan we dan. Hier is het allemaal gebeurd, vrienden. Ja, kijk, hier de Caroline. Hier, dit is dus, vrienden, dit is dus de hooizolder. Staat er ook op. Kijk, hier staat op de deur. Het staat op de deur. Ja, hier is het gebeurd, jongens. Hier is het allemaal gebeurd. Mark Rutte geluncht op uitnodiging van Caroline van der Plas. Oh, waar hebben ze gezeten? Nou, ja, de tafel let was op. Toen iets kleiner. Oh, de tafel was iets kleiner. De tafel, was, kijk, tafel is nu groot, maar die hadden ze toen kleiner gemaakt. Wie is dat daar? Wie waar? Waar? Op die stoel, op de tweede stoel. Op, op deze tweede stoel, vrienden. Deze tweede stoel. Daar heeft de Mark gezeten. Ik ga er even op zitten. Let op, dit is dus de stoel. Dit is de stoel van de Mark. Let op, ik ga erop zitten. Ha, zit goed. Hij zit goed. Echt, hè? Officieel, ja, leuk. Caroline zit hier, dit is de stoel van Caroline. Hier zit, dit is de stoel van de Caroline. Maar die, en die zat dus hier. Ja. Maar zaten ze dus zo ver van elkaar af dan? Ja, nou, de tafel was kleiner, maar ze zaten inderdaad zo ver van elkaar af. En hier hebben ze de stikstofcrisis besproken. Ja, ja, hier zijn grote. Hier zijn hele belangrijke dingen besproken, vrienden. Ja, zie het voor je. Hier op deze hooizolder. En wat werd er gegeten? Wat eten? Nou, ze hadden dus Thaise pompoensoep. Thaise pompoensoep? Beetje pittig. Oh, wie had dat? De Caroline nee, of de Mark? Nee, ze hadden de vergaderlunch. En daar zit dus soep van de dag bij. Ja. Wat Thaise pompoensoep was. En juist. Lekkere sandwiches met zalm, serrano ham. Oh, die hadden ze alle twee. Sandwich, oh, en ja, een salade. En die hadden ze alle twee? Hadden ze alle twee. Wat is er gedronken? Nou, alleen koffie en thee en fris. Oh, ja, geen wijn. Ik had het idee dat er wordt geen wijn gedronken. Nou, er is geen wijn gedronken, vrienden. Noteren we dat. De Caroline. Volgens mij is het niet zelf gereden. We hebben helemaal niet gedronken. Nou, goed. Nou, dus jongens, als je dat de kiezer wil doen ook, hè, op dezelfde stoelen wil zitten, ja, als de Caroline en de Mark, dan moet je dus zijn hier bij De Landbouw. Hè? Precies. Dag, zeg maar dag. Doei.